Hele goede morgen. Voor jullie is het al 2019 als ik dit opneem. Het is ook voor mij het eerste filmpje van 2019. Dus alvast en heel gezond, gelukkig, liefdevol, enthousiast. Nou, wat je ook maar wenst, 2019 vanuit hier. Ik hoop dat je het ontzettend naar je zin gaat hebben met alles wat je doet dit jaar. Dat alle dingen leuk zijn. En dat de dingen die niet leuk zijn snel voorbij mogen gaan. En dat je veel mooie herinneringen mag maken dit jaar. Goed, over tot de orde van de dag. Het is de dag na kerst. Dat betekent dat ik ga opruimen, schoonmaken en ga editen. Filmpjes opnemen. En ik ga beginnen met dat wat er op dit schijfje staat. Dat is van het afgelopen weekend. Dat is van 22 en 23 december. En dat is niet heel veel, maar dat ga ik even tot een weekendvlog maken. En dat ga ik opnemen. Of tenminste, editen. En ik ga video's opnemen voor het Engelse kanaal, wat later deze week in de lucht gaat. Want even spieken wat voor datum we nu eigenlijk zijn. Oh, dat is eigenlijk stiekem vandaag, 3 januari, wat ik ervoor bedacht. Nou ja, hier moet nodig wat gebeuren. Daar moet wat gebeuren. De kerstboom staat er natuurlijk nog. Die blijft er nog wel even staan hoor. Ja, dus ik ga aan de slag. En het is nog wel donker. Ja, en ik heb last van mijn schouder. Verkeerd gelegen vannacht. Mijn hoofd die wil wel die kant op, maar die kant kom ik niet ver. Gaat wel weer over. Goed, ik ga naar boven editen. Tot straks. Nou, die weekendvlog is helaas niet veel soeps, maar ik heb hem toch maar gemaakt. Ja, en ik merk echt, ik kan gewoon helemaal niet die kant op kijken. Ik moet echt even wat aan mijn nek doen zo. Beetje raar licht. Het is nog zo donker buiten. Maar ja, die weekendvlog... Nou, helemaal rommelig. Sorry daarvoor. Wordt vanaf nu vast weer beter. Ik heb alweer plannen. Ik heb een heel lijstje van dingen die ik moet filmen. Wil filmen, moet ik zeggen. Want het is geen moeten, het is willen. En ik ga nu eerst beginnen met het opnemen van mijn New Year's Resolutions. Maar dat ga ik lekker beneden doen bij de kerstboom. Ik zie jullie straks. Zo, ik ga heel eventjes naar de wc om mijn shirtje terugbrengen. Hij zit gewoon niet lekker. Ik heb gewoon last ervan. En gelukkig kwam ik erachter voordat ik de kaartjes eraf heb gehaald. Ik heb hem denk 5 minuten aangehad. Toen werd ik al helemaal kriebelig van een naadje. Ik denk, ja, dat gaat hem nu worden. En die andere vond ik gewoon veel leuker. Dus ik ga hem wel lekker terugbrengen. Accu mee, want ik denk dat deze zo wel een keer leeg zal zijn. Net nog New Year's Resolutions opgenomen. Dat is best wel een dingetje even. En zometeen ga ik de intro voor het Engelse kanaal opnemen. Ik ga proberen om een Engelse video op te nemen met haken, het Engelse haken. Maar dat is even afhankelijk van hoe het met mijn schouder gaat, want ik kan nog steeds niet verder dan zo. Dus dat doet best pijn. Ja, en de top 2000 staat gewoon dag en nacht aan hier. Nou ja, nacht. Elke dag. Goed. Ik moet hebben het shirtje. Dus deze met die glittertjes. En die andere was gewoon echt veel, zat gewoon lekker veel in de... Deze voegde gewoon niet met de mouwen. Nou ja, en als het niet voegde en je hebt hem niet aan, is het zonde om het te bewaren. Nou, voor jullie een standaard geven en dan ga ik even naar de museum dan. Nou, er kwam post. Eindelijk. Kijk, post. Ik ga hem even openmaken met jullie. Oh, het is iets paars en iets rozes. Even kijken. Oh, wauw. Oh, wat leuk. Oh, echt top. Hele fijne dagen staat erop. Het is een kerstkaartje. Maar kijk nou eens. Het is een gehaakt kerstkaartje en ik heb een kerstboompje, wat super leuk. En helemaal in mijn eigen kleuren. Hij is van Petra. Petra, super bedankt, echt onwijs leuk. Ik ga gauw even liggen, ik kan mijn nek echt, op het moment wordt het steeds erger. Vanmiddag is het gemasseerd, toen ging het een stuk beter, maar ik merk dat ik nu gewoon echt even moet gaan liggen. Mijn hoofd wordt gewoon te zwaar om omhoog te houden. Dus
ik ga even paracetamol nemen, want dat schijnt te helpen. En dan ga ik lekker even een poosje liggen. Dus ik heb niet zoveel gevlogd. Ik moet straks nog naar de Mediamarkt om de laptop weg te brengen van Timo, want dat is stuk. En Marijn die gaat gelukkig koken. Ik heb al wel even de uien en de paprika voor hem gesneden. En hij is nu de vaatwasser aan het uitruimen, want nou ja. Bukken lukt niet, hè? Nee, schudt hij. Goed, ik zie jullie straks. Zo, net een hele poos live geweest op Instagram. Bijna 3 kwartier bij mezelf. En toen ben ik nog even in de chat van de groentjes gegaan. Daar lekker nog bijna een uur gekletst. Ah, superleuk. En het lijkt erop dat Sarah en ik afspraken gaan maken. Dat Sarah naar school komt met Mirte om onze leerlingen kennis te laten maken met Mirte. Ja, dat lijkt me echt super tof. En je ziet aan me, mijn dik. Ja, hij wordt wel beter. Maar nu heb ik weer even gelegen en dan is het weer... Drama, dan schiet er een soort kramp in. En ik heb net ingesmeerd met magnesiumolie, vandaar ook deze outfit even. Want nou ja, dat kan dus even niet in bed liggen nu. Maar dat wilde ik eigenlijk wel gaan doen. Maar ik neem nu nog even mee naar boven. Ik ga nog even achter de computer. Ik ben bezig met de compilatievideo van 2018. Ik ben nog niet heel ver, want achter de computer met die arm is niet zo prettig. Maar goed, we gaan even naar boven wandelen. Hier beneden is niks meer te beleven. Het is hier vooral een zooitje. Nou, dat valt wel mee. Oeh. Oké. Misschien. Ja. Is licht aan wel een idee? Ik ben weer boven. Nou, ik heb hier alles al uit ook. Hadden jullie mijn kerstboom buiten al gezien trouwens? Ik doe eigenlijk nooit lichtjes buiten, maar... Kijk, daar staat hij gewoon op de waslijnpaal. Maar ik was bezig hier met... nou ja, we zijn nu hier en ik moet dit nog allemaal doen. Ik loop een beetje achter, zeg maar. Maar dat geeft niet. Ik kom net onder een hele hete douche vandaan. Ik heb zo'n douche die je in stand kunt zetten met mijn massagestand. En dat helpt wel heel erg goed. Daarna ingesmeerd met magnesiumolie. Omdat ik toch het idee heb dat het een verkramping is. En ja, dan gaat het alweer. Ik kan in elk geval weer een stukje meer die kant op kijken. Kijk, als ik recht doe. Die kant gaat heel goed. En die kant gaat wel verder dan vanmorgen. In elk geval is als winst. Goed. Ik neem jullie mee naar de andere kamer. Ik was namelijk... Een film aan het kijken, hè, ken je nou? Ja, langer mag niet. Mathilda, ik ga lekker verder kijken. Tot straks. Ja, met de sjaal op in mijn bed. En dat heeft een reden, want dan zit ik lekker rechtop. En dan krijg ik niet de neiging om mijn hoofd zo te gaan houden. Maar dan hou ik hem gewoon rechtop. En dan kan ik gewoon lekker film kijken. Want ik zit, nou, eigenlijk vrijwel rechtop. Ik hang een heel klein beetje, maar... Het zit prima zo. Maar ik merk wel dat ik heel moe ben. Dus ik ga zo lekker naar mijn bedje toe. Tenminste, lekker mijn oogjes dicht doen. Laat ik het zo even goed zeggen. Hè? En dan morgen weer een nieuwe vlog. Geen idee wat ik ga doen morgen. Ik wil kniepertjes bakken. Maar dan moet ik wel fitter zijn dan dat ik nu ben. Want dat is een hoop werk. En het gaat echt niet lukken als ik zo ben als ik nu ben. Want dan moet ik de hele tijd mijn armen bewegen. En nou... Deze wil nu weer redelijk bewegen, maar die was vandaag best wel in staking, zeg maar. Dus, nou ja, dat is voor morgen, zeg maar, niet voor nu meer. De film is nog lang niet af, maar die heb ik al 30 keer gezien. Dus dat kan ook op een ander moment. Nou, morgen moet ik in elk geval naar de Mediamarkt met de laptop van Timo, want die is stuk. Dat wilde ik vanavond doen, maar er was zo'n wachtrij dat ik zoiets had van. Kan morgen ook, dus ga ik morgen echt zorgen om... 10 uur gaan ze open, geloof ik, om 10 uur ook ben. Dan ben ik gelijk hopelijk aan de beurt. Bluetooth is stuk en dat moet gewoon even gemaakt. Maar dan ben je hem 3 weken kwijt. Dan kan hij wel een andere laptop gebruiken, dus dat scheelt. Maar ja, moet wel even gefixt natuurlijk. Goed. Vanavond heel gezellig gekletst met allemaal vloggers. Heel super, super leuk gehad. En dat vind ik toch wel het allerleukste van YouTube, denk ik. Gewoon het nieuwe mensen ontmoeten. Dus ik ga lekker slapen nu. Ik wens jou, als je het 's morgens kijkt, een hele fijne dag. Maak er een leuke dag van. Zorg voor mooie herinneringen. Dat je fijn terug kunt kijken vanavond. En kijk je dit 's avonds, dan slaap lekker en heb mooie dromen. En dan zie ik je graag terug morgen in een nieuwe video. Doei!